Jan Valkhuizen? Ik moet even met dingen te proberen. Dankjewel. Fred de Boer. Fred de Boer nog in de zaal. Ja, ja, daar komt hij aan. Ja. Piet, het is all yours. Oké. Okay. Fred de Boer was even druk met een interview met TV Friesland of Radio Friesland of wat dan ook. Klopt. Oké. Okay. Fred, ga er lekker bij zitten. Graag een applaus voor de trainer van Drachtste Boys, Fred de Boer. En onze Jan Veldhuizen. Nou, wel aardig. Ja, we hebben toch een interessante pot gezien tussen DVS en Drachtste Boys. En eigenlijk verliep het een beetje naar verwachting. Ook naar jouw verwachting, of niet? Nou, ik wist dat het een hele moeilijke middag zou worden. We kwamen op 1-0. Nou, dat is leuk. Maar goed, 2 minuten later was het alweer 1-1. Dus toen was het direct ook weer zoals het begin was. DWS meer aan de bal. En wij hopen op een omschakeling of een spelervatting. Nou, vlak voor rust de 2-1. Terecht, denk ik. Te weinig druk op de bal en een mooi schot. En als je kijkt naar de hele wedstrijd. Uiteindelijk maken we net iets te veel fouten. Is DWS net iets te goed. Terwijl het momentum van de wedstrijd, omdat het lang 2-1 bleef, hing toch nog een beetje in de lucht van... Nou, misschien zou het nog kunnen voor ons, maar dan heb ik het wel over heel erg misschien. En uiteindelijk heb ik tegen mijn jongens gezegd, we kwamen vandaag tekort. Hard gewerkt, maar we moeten maar even schudden met de kop. En volgende week WAC. Mooi. Mooi gezegd, schudden met de kop. Vind ik mooi. Jan, vind je ook mooi? Ja, ik heb de hele wedstrijd met mijn kop zitten schudden. Ja, ik kon er weinig plezier uit halen vandaag. Ik vond het een hele matige wedstrijd van onze kant. En, alleen de doelpunten waren goed, maar verder speelden we ongelooflijk slordig. Ik weet niet waar het in zat, ongeconcentreerd. Ik heb de hele wedstrijd gestaan, hartkloppingen. Gewoon niet op je gemak. En zolang het 2-1 blijft, dat is een beetje cliché, maar dan blijft het een lastige wedstrijd. En ze hebben natuurlijk behoorlijk wat power voorin. Dus er kan een keer een bal goed vallen. Dat geluk hadden we dan nog wel vandaag. Ik vond ook niet dat we heel veel kansen weg hebben gegeven. Dat is dan misschien een licht puntje. Maar verder vond ik het een hele matige wedstrijd van onze kant. Komt dat eigenlijk ook een beetje door de tegenstander? Want die verdedigde toch zo nu en dan ook behoorlijk compact. Zodanig dat, ja, ik zag aan die kopjes van die DVS'ers dat ze daar toch te veel last van hadden. Nou, je hebt altijd last van een tegenstander. Ja, dat is hartstikke lullig. Hè? Maar ja, dat gebeurt wel vaker, ja. Je hebt er niet veel gemak van. En, wij wisten tegen Drachtste Boys dat we onze borst nat konden maken. We hadden het daar al niet heel makkelijk. En ik vond het vandaag ook alles behalve makkelijk. Dus, maar ja, 4-1 inpakken en wegwijzen. En volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, dat is toch een hele gekke zaak, hè? Dat je met 4-1 wint. Thuiswedstrijd tegen Drachtste Boys. Bekend bij DVS als een taaie tegenstander. En toch niet helemaal blij ermee zijn. Kun jij je dat voorstellen, Fred? Nee, voor geen meter. Ik wou dat wij zo slecht speelden als DVS vandaag slecht speelt. Maar dan blijf je in de hoofdklasse. Nou, ik snap Jan wel. Jan heeft andere normen. Die speelt voor de titel. Maar goed, ik denk dat ook dan een klein complimentje voor mijn team is dat we lastig te bespelen zijn. Dus ik snap dat hij dat aan zijn eigen team verwijt. Ik denk dan, nou ja, wij doen ook wel iets goeds. Alleen uiteindelijk word je gewogen en te licht bevonden en maken we gewoon keurige goals. Of creëren keurige penalties en dan verlies je terecht. Dus ik snap Jan wel, maar ik wou dat wij zulke slechte spelers hadden als Jan heeft, hoor. Ja, hebben die individuele kwaliteiten van die DVS'ers de doorslag gegeven? Want de teamprestatie van Drachten vond ik echt niet misselijk. Maar individuele kwaliteiten, denk ik. Ja, nee. Ja, natuurlijk heeft DVS meer individuele kwaliteit. Maar het is ook, DVS heeft meer de bal. Het veld was erg glad. Dus dat maakt het soms moeilijk. Zeker voor het team wat meer aan de bal is. Nou, dat waren wij dus niet. Dus dan zie je er verdedigend, als je je normale dingen doet, er wel aardig uit. Alleen ik vond wel, als we de ballen veroverden, dat er toch wel heel veel druk was van DWS. Waardoor wij ook niet echt het begin van een counter echt goed konden maken. Daar hadden we toch vaak problemen mee. Dus dat is een compliment aan DWS. En ja, wij waren gewoon niet goed genoeg. Dus ik ben chagrijnig dat we verloren hebben. Jan
kan toch de 3 punten in de zak doen. En die blijft voor de titel spelen. Moeten jullie nog een keer tegen Harkemaarse Boys? Ja. En daar gaan we erg ons best doen. Dus maak je daarover geen zorgen. Oh, hartstikke mooi. Nou, die voorzet heb je er heel mooi in geknald, Fred, moet ik zeggen. Geweldig, geweldig. Jan, volgende week Flevo Boys? Ja, heb ik gehoord, ja. Ja, dat is lastig. Ja. Nou ja, we hebben volgende week Yassin Koert er weer bij, dus we hebben wat meer speling weer. En volgende week Flevo Boys. Dat is een ploeg die graag wil voetballen en dat willen wij ook. Ik vond ons hier thuis tegen hun niet zo geweldig. Nou ja, dan kunnen we het daar recht zetten. 2 rode kaarten, de Van de Walletjes. Wie bij hun? Ja, Van de Walletjes die ja, in de sloot. 2 rode kaarten. Dennis van der Wal en die Arne, Jarno. Ze starten volgende week niet met 9 man, toch? Nee. Ik heb geïnformeerd en ze starten waarschijnlijk gewoon met 11 man. Jullie volgende week tegen? WAC, dus dat is een wedstrijd om of de na-competitie of rechtstreekse degradatie. Dus... Ja, ik begrijp dat als je DWS bent, interesseert je natuurlijk geen bal. Jawel. Jawel, absoluut. Na afloop van winst, dan gunnen wij onze tegenstander altijd van alles en nog wat. Winst op Harkemaarse Boys of wat dan ook. Ja, nee, snap ik. Nee, wij strijden tegen degradatie of het halen van na-competitie. En heel misschien voor rechtstreekse handhaving. En dat zal nog een paar maanden duren. Jullie handhaven je. Fred, bedankt. Succes. Heel goed weekend en succes. Jan. Ook bedankt.